het openbaar vervoer wordt gepromoot. Dus het is wel heel fijn dat we je sowieso, ook als er gestaakt wordt, dat je toch ter plaatse kan geraken. Dat is wel fijn natuurlijk, omdat er dan meer zekerheid is ook. Dat zou prima zijn. Dan is er toch nog een bus, want anders is er niks. Wat het openbaar vervoer betreft, moet de reiziger altijd centraal staan. We weten dat we in 2019 en 2020 heel wat stakingsdagen hadden. En dat betekent ook dat de reiziger in de kou blijft staan. Kinderen raken niet op school, mensen raken niet op hun werk. Daar moeten we toch een oplossing voor vinden. Opnieuw, de reiziger moet centraal staan. En vandaar dat we, naar het voorbeeld van de NMBS, ook bij de lijn werk willen maken van de continuïteit van de dienstverlening. Uiteraard raken we niet aan het recht tot staken. Iedereen die wil, moet kunnen staken. Maar werkwilligen moeten ook kunnen werken. En vandaar continuïteit van de dienstverlening. Tijdig een planning kunnen laten opmaken. De reiziger informeren. En zodoende kan toch hopelijk iedereen veilig op zijn werk geraken.